is het nou? Paprika of paprika, Tom? Nee, ik zeg paprika. Nou, ik ben Ton Noorland, kweker in IJsselmuiden en ik run dit bedrijf samen met mijn broer Jan en mijn neef Stefan. Vertel Ton, wat is een echte Noorland paprika? Een echte Noorland paprika die glimt als een spiegel, verantwoord geteeld en smaakt als de lekkerste. Kijk, dit is hem, onze paprika. We staan hier bij een stengel en dan zien we hier de kop van de plant. En als het vruchtje zo groot is, dan duurt het nog ongeveer 4 weken voordat die oogstbaar is als groene paprika. Hangt deze nog langer, dan wordt deze na 2 weken rood. We maken hier, om de kwast te verwarmen, gebruik van restwarmte. En natuurlijk maken we gebruik van natuurlijke vijanden bij de bestrijding van insecten. We gaan even in het gewas kijken. Zo, ik heb in mijn leven nog nooit zoveel paprika's gezien. De kwast is 384 meter lang en 245 meter breed. Bijna 10 hectare. Je zou ze op moeten eten. Hoe eet jij ze het liefst? Ja, ik ben heel eerlijk. Ik kweek groen, maar ik eet zelf het meeste rood. En de vrouwen thuis? Als ik een groene mee naar binnen neem, mag ik terug om een rode op te halen. De paprika's zijn nu toch in het seizoen? Het oogstseizoen bestart zeg maar half maart en dat loopt door tot eind oktober. Dus wil je Nederlandse paprika's eten, we zitten nu midden in het seizoen, dus eet ze nu. En lekker!